That's why we... Ankie zet de lijnen uit en dan hoog wij blijven. Lekker hè, Ankie? Wat een bekijks. Hoor, dan ben ik... Of het eraf ligt? Ja, maar het kan natuurlijk inderdaad. Ja, dat zijn wel kunststofkozijnen. Ja, dat wel. Het waren best leuke winkeltjes. Ach, ja. Heeft van de gemeente opdracht gekregen om de nieuwe waterboulevard te verfraaien. En vandaag is het startsein begonnen. Dat klopt. We zijn begonnen met een groep de ramen schoonmaken. En na het eerste schone raam ben ik al begonnen met schilderen. Om te kijken of het goed blijft zitten en hoe het staat. Als het goed is, dan zie je straks aan de overkant een compleet aquarium met voorbijzwemmende vissen. En die lopen over in de objecten die we op de muur gaan zetten, samen met de gemeente. En dat is het donkere gedeelte? Allemaal visobjecten. Ankie is heel druk geweest met allemaal cursisten. Wat hebben jullie allemaal gemaakt? We hebben van triplex vissenobjecten gemaakt. En die worden straks in een flow over het havenblok bevestigd. En dan hier het hoekje om is nog een stukje van de damwand. En dan loopt het over in de ramen. Dus de vissen lopen als het ware door op de zwarte muur aan de andere kant. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Het moet een stuk verbetering brengen in ieder geval. En heel veel enthousiaste cursisten die hier aan meegewerkt hebben. Ja, ontzettend veel vrijwilligers. Er is onnoemelijk veel werk verricht. Qua lakken en zagen en schuren. Onvoorstelbaar.